Beautiful is in het jaar dat hij uitkwam, denk ik, de beste film van dat jaar. Het is super knap hoe Iñárritu na toch wel een gladde film als Babel, wat zo'n mega succes was eigenlijk, dat niet heeft voortgezet, die lijn. En toch weer meer naar zichzelf is gegaan, naar zijn eerdere films terug is gegaan. En deze grauwe film hebben gemaakt. Heel knap ook hoe die film volgens toch echt bijna als een soort commerciële film is ingezet. Waar het script en het spel en het is echt... ja, dat jaar was het echt onovertroffen. Ik vind vooral het script echt fantastisch. Het gaat eigenlijk over een man, gespeeld door Javier Bardem. Oeksbal is zijn naam. Het gaat gewoon over zijn gevecht in het leven. En, hij ontdekt dat hij ziek is en hij probeert iets op te bouwen voor zijn kind. En het wordt alleen maar bijna slechter op een gegeven moment. Hele mooie film. Het gaat ook een beetje over de donkere kant van Barcelona. De kant die je nooit ziet. En daar voelde ik me wel een beetje slecht over destijds. Want we daar ook ooit in Barcelona gefilmd hebben. Onze eerste film Rabat. En dan lieten we heel erg die toeristische kant van Barcelona zien. En dit is een beetje de kant waarvan je denkt, oh ja, dat is natuurlijk ook ofzo. Het is niet alleen maar superleuk allemaal. Maar een hele sterke film. Mooie muziek. De muziek is misschien wat moois.